Een heel goede avond. Welkom. In Eke bij Nazareth zijn twee wielertoeristen om het leven gekomen toen een auto op hen inreed. Een derde fietser kon net op tijd uitwijken. De Rode Duivels spelen op dit moment de laatste minuten van hun laatste oefeninterland tegen Kroatië voor het EK begint. De stand is voorlopig 1-0 voor de Belgen. En op het EK hockey verliezen de Red Lions hun tweede groepsmatch tegen Engeland met 2-1. Een heel goede avond, welkom. Vanochtend zijn bij een aanrijding twee wielertoeristen om het leven gekomen in Eke. Bij Nazareth is dat in Oost-Vlaanderen. Het ongeval gebeurde aan een kruispunt. Een personenwagen die wilde afslaan zou de wielertoeristen niet opgemerkt hebben en reed op hen in. De twee waren op slag dood. Een derde fietser kon net op tijd ontwijken. De omstandigheden van het ongeval blijven voorlopig nog onduidelijk. De drie wielertoeristen kwamen vanmorgen rond 20:20 van een brug over de Schelde naar beneden gereden, toen een auto hun rijstrook dwarste om een straat in te rijden. Twee van de drie werden aangereden. De vraag is natuurlijk waarom en hoe dat zij dat manoeuvre gemaakt hebben op het moment dat de fietsers afkwamen. Was zij verblind door de zon, is een mogelijke hypothese. Heeft zij iets gekregen of zo, is misschien een hypothese. Maar eigenlijk, dat moet het onderzoek nog uitwijzen. De twee mannen uit Merelbeke van 68 en 59 jaar oud waren op slag dood. Het onderzoek moet duidelijk maken wat er precies gebeurd is, maar het parket laat weten dat de chauffeur van de auto, een vrouw van 47, niet onder invloed was en niet te snel reed. De piste van verblinding wordt onderzocht, net als andere mogelijkheden. De plek van het ongeluk staat niet bekend als zeer gevaarlijk. De afgelopen jaren zijn er geen ongevallen gebeurd. Dus het is niet echt een punt, een risicoplaats die bij ons gekend is. Hoe lang is het geleden dat er nog iets gebeurd is? Van sedert 2018. Blijkbaar is het laatste ongeval gebeurd in 2018, maar zonder lichamelijke schade. We moeten met z'n allen strenger optreden tegen het zogenoemde doxing. Het verspreiden is dat van online privégegevens van mensen. Dat heeft minister van Justitie vanochtend gezegd, Vincent van Quickenborne, in de Zevende Dag. Aanleiding is de mogelijke verkrachting van een 14-jarig meisje op een kerkhof in Gent dat nadien uit het leven stapte. Naast steunbetuigingen aan de ouders zijn daarna ook enorm veel foto's en identiteitsgegevens verspreid via het internet, zowel van het slachtoffer zelf als van de mogelijke daders en hun families. Vaak gaat het om echte haatcampagnes, zegt de minister. De vader van het slachtoffer die is zeer verontwaardigd omdat bijvoorbeeld foto's van zijn dochter worden verspreid. Ja, ja. Hij noemt dat voyeurisme, heeft 100% gelijk. Omgekeerd zien we ook dat bijvoorbeeld broers en zussen van verdachten worden opgejaagd, met de dood bedreigd, moeten onderduiken omwille opnieuw van gegevens die verspreid worden. Dat is strafbaar. En het parket heeft mij laten weten dat er op dit ogenblik een strafonderzoek loopt omwille van doxing, omwille van bedreiging. We kunnen niet dulden dat mensen het recht in eigen handen nemen. Dat er een soort publieke lynchpartijen ontstaan waarbij dan men zegt, ja, Oké, goed... Wij gaan dat hier wel uitmaken. Vlaanderen, kom gerust uit je kot. Verwen je kleindochter. Doe een keer zot. We kunnen weer. Geniet met maatregelen. Ja, we kunnen en mogen weer. Dit is een van de campagnefilmpjes waarmee de Vlaamse overheid vanaf woensdag oproept om beheerst en met verantwoordelijkheid om te gaan met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Geniet met maat en met respect voor de maatregelen. Dat was ook de boodschap van Vlaams minister-president Jan Jambon in de Zevende Dag. Maar dus inderdaad, die dubbele boodschap. Ja, we kunnen terug gaan genieten. Ja, er is veel mogelijk aan festivals, zomeractiviteiten, de horeca, weet ik veel wat. Maar we zijn er nog niet door. De cijfers zijn heel goed, maar de cijfers zullen maar goed doen als de vaccinatiecampagne verder volgt en als we toch nog de regels volgen. Want allez, we willen het toch niet meemaken dat we nu nog eens zouden moeten terugdraaien. En dat is eigenlijk hier de boodschap. Houd u alsjeblieft aan de maatregelen. Dan kunnen we genieten, kunnen we samen genieten en kunnen we ook blijvend genieten. En dan zet ik nog eens graag alle coronacijfers voor u op een rijtje. Want als het goed is, zeggen we het ook. De vaccinaties zijn een symbolische grens overschreden. Er zijn nu meer dan 5 miljoen Belgen minstens één keer geprikt. Dat is bijna 55% van de 18-plussers en 44% van de totale bevolking.
Afgelopen week zijn elke dag gemiddeld 1578 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 16%. De ziekenhuizen namen per dag 74 covid-patiënten op. Dat is 38% minder dan de week voordien. Er liggen nu nog 979 covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 336 op intensieve zorg. Er sterven helaas nog gemiddeld 13 mensen per dag in ons land aan de gevolgen van een coronabesmetting. Heugelijk babynieuws dan voor de hertog en hertogin van Sussex, prins Harry en Meghan. Ze hebben een dochter gekregen, Lilibet Diana Mountbatten Windsor, zo heet het meisje. Lilibet is een verwijzing naar de grootmoeder van Harry, Queen Elizabeth. En haar tweede naam is die uiteraard van Harry's moeder, prinses Diana. Het paar heeft al een zoon, Archie, die nu 2 is. Lilibet Diana wordt de 8e in de opvolging van de Britse troon. Foto's van het meisje zijn nog niet vrijgegeven. Intussen heeft het paar wel gelukwensen gekregen van Buckingham Palace en van Brits premier Boris Johnson. Na een lange periode van stilte heeft de Amerikaanse oud-president Trump een uitgebreide toespraak gehouden in North Carolina. Tijdens die speech alludeerde Trump op een mogelijke deelname aan de volgende presidentsverkiezingen. Hij zei dat 2024 een jaar is waar hij naar uitkijkt. Trump is tot nader order nog altijd leider van de Republikeinse Partij. Hij sloot eerder wel al uit dat hij een eigen partij zou beginnen. They use COVID and they use the mail-in ballots to steal an election. It was the third world country election like we've never seen before. A year that I look very much forward to. 2024. We're going to do numbers like you've never seen before. So many things are happening right now. Paus Franciscus heeft zijn medeleven, verdriet en pijn uitgedrukt over de ontdekking van een massagraf met de resten van vermiste kinderen in Canada. Excuses kwamen er evenwel niet aan te pas. In het massagraf op een voormalige katholieke kostschool zijn vorige week de lichamen van 215 inheemse kinderen gevonden. Die inheemse kinderen waren in Canada tot eind de jaren 70 verplicht om naar katholieke kostscholen te gaan om hen zogezegd de beschaving bij te brengen. Door mishandeling, ondervoeding en ziektes stierven er veel kinderen, waarna die een anoniem graf kregen. De Canadese premier Trudeau wou dat de paus zich als hoofd van de katholieke kerk hiervoor verontschuldigde, maar dat gebeurde dus niet. Mi unisco ai vescovi canadesi e a tutta la chiesa cattolica in Canada nell'esprimere la mia vicinanza al popolo canadese traumatizzato dalla scioccante notizia. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. En de Mexicanen die kiezen vandaag een nieuw parlement, maar het is de bloedigste verkiezingscampagne ooit geworden. Sinds de start van de campagne in september zijn 91 politici vermoord door de drugskartels. Onder hen 36 kandidaten voor de verkiezingen van vandaag. De verkiezingsstrijd wordt gezien als een belangrijke test voor de linkse president Obrador. En dan heb ik uiteraard, want het is zondag, een flinke brok sport. De Belgische hockeymannen hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK verrassend verloren. De Red Lions, die eerste staan op de wereldranglijst, leden een 2-1 nederlaag tegen Engeland. Al 7 jaar hebben de Red Lions niet meer verloren van Engeland. Maar na 4 minuten krijgt Van Nobel de bal op de arm. Strafbal voor de Engelsen. Wallace zet hij keurig om. 1-0. De Red Lions op achterstand. Maar 2 minuten later keert een Engelsman de bal met het hoofd van de lijn. Dat betekent strafbal voor de Lions nu. En dat is een kolfje naar de hand van Tom Boon. Knap afgewerkt. België op gelijke hoogte. Engeland is gretiger en vlak na rust komen ze weer op voorsprong. Slecht verdedigd van de Red Lions en Ansel tikt binnen. 2-1 is er een verrassing in de maak. Het lijkt zo, want de Belgen spelen slordig en kunnen hun tempo niet opleggen. Het is Engeland dat de kansen creëert. Gelukkig staat Van Nasch goed te keepen. De nummer 1 van de wereld blijft inspiratieloos spelen en veel verder dan dit schotje komen ze niet meer.
De Red Lions verliezen met 2-1 van Engeland. De laatste groepswedstrijd tegen Rusland wordt best met ruime cijfers gewonnen. Anders dreigt de uitschakeling. Opvallend nieuws dan van op Roland Garros, want Serena Williams is uitgeschakeld in de achtste finales. Het is Jelena Rybakina die een einde maakt aan het avontuur van Williams in Parijs. Serena, 39 ondertussen, gaat eruit in 2 sets, 3-6 en 5-7. Voorlopig dus nog geen 24e Grand Slam voor haar. In de Formule 1 heeft Sergio Perez de grote prijs van Baku in Azerbeidzjan gewonnen. Zijn teammaat bij Red Bull, Max Verstappen, lijkt nogthans op weg naar de zege, maar krijgt een klapband op een paar rondes van het einde. Wereldkampioen Hamilton eindigt nu na een dure stuurfout pas als 15e. En ook in ons land was er vandaag koers met de Elfstedenronde. Een week na zijn opgave in de Giro maakt Remco Evenepoel zijn rentrée. Hij werkt in het peloton voor Mark Cavendish, want het komt in Brugge tot de verwachte sprint. Tim Merlier, rechts in beeld, gaat van ver, maar ook Cavendish komt nog opzetten. Met het blote oog is niet te zien wie wint, maar de finishfoto brengt duidelijkheid. Merlier volgt zichzelf op als winnaar van de Elfstedenronde. Cavendish is tweede. De Australier Richie Porte is de eindwinnaar in het Criterium du Dauphiné. Al kreeg hij in de slotrit de eindzege niet cadeau. De ritwinst vandaag was, net als gisteren, voor de Oekraïner Mark Padoen. Prachtig decor in deze slotrit, de steile Jouplaan in de Haute-Savoie. Eén man met een missie, de Oekraïner Mark Padoen, al ritwinnaar gisteren, wil de bolle trui en blijft als laatste over van 18 vluchters. De groep met de gele trui volgt op meer dan 3 minuten. Padoen vormt geen bedreiging voor leider Richie Porte. Lutsenko in het wiel van Porte wel, die staat op 17 seconden. Padoen komt als eerste boven op de Jouplaan en is op weg naar ritwinst. In de afdaling probeert Lutsenko nog weg te raken van Porte, maar die heeft ploegmaat Thomas nog. Oeh, tegen de knoop, Thomas. Is hem nog overkomen in een slotetappe in de Dauphiné. Porte zit geïsoleerd nu en wordt door Lutsenko nog onder druk gezet, maar hij reageert attent. Bovendien keert even later ook Thomas terug en die zet zich meteen op kop. Aan de streep strafnummer van de 24-jarige Mark Padoen die 2 etappes op rij wint. Richie Porte wint op zijn 36e Dauphiné. Nieuw succes dus na de Giro voor Ineos Grenadiers. En kickboksen en thaiboksen worden volgend jaar toegevoegd op de Vlaamse sporttakkenlijst. De vechtsporten zijn de laatste jaren erg populair geworden met nu al ruim 9000 beoefenaars in Vlaanderen en Brussel. Met erkenning komt er financiële steun vrij wat het aanbod en de kwaliteit van de sporten zou moeten versterken. Ja, een stuk van een caravan, bouwmaterialen, veel plastic uiteraard, hè. Zwervend plastic. Dat langs de takjes blijft hangen. Zelfs kledingstukken, tapijten, Oosterse tapijten. De winkelkar is er ook altijd opnieuw bij. Ja, u krijgt zo meteen een verslag van de Rode Duivels, maar nu eerst dit. Elk jaar belanden miljoenen tonnen afval in onze rivieren en via de rivieren uiteindelijk in de oceanen. Veel vrijwilligers willen daar iets aan doen en houden daarom jaarlijks schoonmaakacties. Vandaag werden over de hele wereld honderden rivieren schoongemaakt met de River Cleanup, ook in Vlaanderen. Wij peddelden mee op de Deilen in Leuven. Is iedereen er klaar voor? Ja! Ja! Wat denk je dat je gaat vinden? Plastic, heel veel plastieke flesjes en nog andere plastieke dingen. Tientallen deilenjutters zijn er opgedaagd. Met kleine kajaks gaan ze het water in en ze krijgen meteen belangstelling. We hopen dat we met deze actie ook de mensen sensibiliseren. Hè? Ja. Die ook langs de kant staan te kijken om mee te zorgen voor propere rivieren in Vlaanderen of zelfs wereldwijd. Het doel is om enkele kilometers af te varen en zoveel mogelijk rommel te verzamelen. Het overgrote gedeelte zijn toch wel petflessen en restplastics allemaal. De deilenjutters trekken wel vaker het water op om schoon te maken. Want de rivier ziet er op een mooie dag heel idyllisch uit, maar het is ook een gigantische vuilnisbak. Op jaarbasis verzamelen ze meer dan een ton afval. We gaan hem er schuin op leggen misschien. De Vlaamse Milieumaatschappij maakte de deilen nog enkele weken geleden schoon en haalde er toen wel 200 fietsen uit. Maar de sterke stroming door de regen de voorbije dagen legt nieuwe trofeeën bloot die vaak al lang in de modder liggen. We hebben glazen flessen gevonden.
Op het einde van het traject brengen ze alles aan land, al is dit maar een deel van wat ze hebben opgevist. Ik heb deze kar gepakt, gevonden in de grote lange tunnel. Denk jij, als je het nu opgeruimd hebt, hè, gaat het nu, dan gaat het wegblijven? Nee. Nee? Ik denk dat er nog mensen dat nog dingen gaan erin gooien. Het probleem moet natuurlijk ook aan de bron worden aangepakt, dat begrijp ik ook wel. Maar als we allemaal met z'n allen een steentje bijdragen, dan gaan we er denk ik op een eind van de rit wel komen. Dus ik blijf nog vooralsnog heel erg hoopvol. En ik had u nog een verslag beloofd van de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Kroatië. Ik ben een vrouw van mijn beloftes. De Rode Duivels hebben die wedstrijd gewonnen met 1-0 van vice-wereldkampioen Kroatië. Een geslaagde generaal repetitie dus voor onze nationale ploeg. Geen Eden Hazard in de basis, wel 6 nieuwe jongens. De opvallendste zijn Chadli en Kastanje. De Belgen tonen lef en inzet. Na een half uur krijgt Lukaku de bal. Tegen de lat. En ook Carrasco heeft pech bij de afwerking. Maar even later is het dan toch raak. Vertongen en De Naaier winnen het duel. En Lukaku werkt af. Een verdiende voorsprong voor Lukaku, doelpunt nummer 60 al voor de Rode Duivels. Hij is o zo belangrijk. Na rust komt Vermalen in de plaats van Vertongen, maar grote kansen komen er niet meer. Carrasco is net te veel uit balans. 10 minuten voor tijd mag Eden Hazard dan nog invallen en er volgt een spannend slot. Lukaku is dicht bij de 2-0. Maar in de toegevoegde tijd ontsnappen de Belgen ook nog aan de gelijkmaker. Het blijft 1-0. De Belgen met vertrouwen naar het EK. En dan ook nog dit. Rode Duivel Kevin De Bruyne, die vanavond niet meedeed omwille van een blessure aan zijn oogkas, kreeg uitstekend nieuws te horen. Voor het tweede jaar op rij werd hij door zijn collega's verkozen tot speler van het jaar van de Engelse Premier League. De Bruyne heeft via Twitter al gereageerd en zegt heel vereerd en trots te zijn om deze prijs voor de tweede keer op rij te mogen ontvangen. De Bruyne treedt daarmee in de voetsporen van voetbaliconen zoals Thierry Henry en Cristiano Ronaldo. Het weer heb ik dan nog. Vandaag kregen we veel zon in het westen, meer wolken in het oosten. Vannacht is het meestal helder tot licht bewolkt bij temperaturen van 7 tot 12 graden. Morgen is het dikwijls zonnig, maar over het oosten en het zuidoosten van het land hangen meer wolken, maar toch temperaturen tot 23 graden. En we gaan eruit met beelden van een opvallende reddingsactie. Tijdens een roeitocht op de Donau botsten kajakkers op 2 zeearenden die in het midden van de rivier dreven. De roofvogels slaagden er niet meer in om weg te vliegen. Om de dieren van de verdrinkingsdood te redden, boden de kajakkers de 2 zeearenden een lift aan. Maar die lieten zich niet zomaar helpen. Na een aantal pogingen zijn de zeearenden dan toch veilig aan land geraakt. En ik vlieg er nu ook vandoor. Tot de volgende keer. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.